Laat mij beginnen met het wegwerken van enkele misverstanden, zeker ten aanzien van onze jongere collega's. De eerste keer dat Herman verkozen werd, was het algemeen enkelvoudig stemrecht wel degelijk ingevoerd en konden vrouwen ook al naar de stembus. En nee, Herman was niet aanwezig op het stichtingscongres van de Liberale Partij in 1848. Hij was er niet bij toen België werd gesticht en hij is nooit, en daar wil ik heel duidelijk in zijn, nooit samen met Leopold II naar Congo geweest. Voor eerst ken ik eigenlijk niemand met zoveel onuitputtelijke energie. Ik heb al heel vaak Bart Tommelijn in uw richting zien kijken en denken, kon ik daar maar ergens een sticker in steken? Ik zou het beter niet doen, collega's. Zeker niet onder 72 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vandaag moet ik toch één van de vele uitstekende campagnetips van Herman meegeven. Ik weet dat wij liberalen zo een concurrentieel voordeel prijsgeven, maar het geeft toch een kleine blik in de manier waarop wij van Herman de Croo campagneopleidingen krijgen. Wil je dat iedereen je ziet, aldus Herman, begeef je door de zaal in de vorm van een 8. Schud volop handjes. Voor alle duidelijkheid, vrienden christendemocraten, mannen en vrouwen.